fusie aan. Er wordt toch een hele grote macht aan de andere kant van de markt gecreëerd. Ja. Als die zeggen van, nou, die wensenkaas kan maar even weg concurreren. Ja, het lukt ze niet. Nee. Ben je er niet bang voor? Nee. Dat de suiker met een bepaalde merk of kwaliteit komen, dat ze en 10 maren die worden erin gezet. Nee, maar dat wordt alleen... Kijk, hoe groter het is, hoe logger het allemaal wordt en zo. Dat, ik ben er niet bang voor. En kijk, je moet altijd uitgaan van je eigen kracht. En niet van de kracht van een concurrent of zo. Je moet zelf aan de bak. En we doen het hartstikke goed. Het gaat allemaal goed en ik heb er alle vertrouwen in. Er is hier een kaasmeester die ons gaat vertellen waarom Oude Beemster zo bijzonder lekker smaakt. Er gaat een verhaal over natuurlijke rijping. En dat jullie ze minstens 10 maanden op de planken laten liggen, klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Ah, wat is nou het echte geheim? Nee, dat zeg ik niet. Hé, hey, Arie. Hé, hey, Kees. Dat is onze kaasfluisteraar. Natuurlijk, je kan me alles vertellen. Nou, Beemster is wel heel bijzonder. Wat? Je broer is stukken gesneden? Er is hier een kaasmeester die ons gaat vertellen waarom Oude Beemster zo bijzonder lekker smaakt. Er gaat een verhaal over natuurlijke rijping. En dat jullie ze minstens 10 maanden op de planken laten liggen, klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Ah, wat is nou het echte geheim? Nee, dat zeg ik niet. Hé, hey, Arie. Hé, hey, Kees. Dat is onze kaasfluisteraar. In de winkel, daar komen een heleboel mensen, ja. Nou, Beemster is wel heel bijzonder. Ach, kom zeg. Ze vreten je niet op.